Mijn gouden tip voor het plannen van een badkamer is dat er eerst nagedacht moet worden over alle functionaliteiten in een badkamerruimte. In de regel wordt er te veel geplaatst in een te beperkte ruimte. En die is vaak niet aanwezig. Als het gaat om de trend op het gebied van badkamers, dan zie je heel veel trends door elkaar lopen, maar met name twee. Vintage, industrieel aan de ene kant en aan de andere kant heel modern en heel strak. Bij industrieel zie je dat je met kleine tegels, organische vormen, maar met designradiatoren bijvoorbeeld in een blanke lak uitvoering. Ziet er heel industrieel uit. Anderzijds het moderne, het strakke, waar je met grote tegels en stalen kozijnen en matte kleuren werkt. En ook daarin zie je dat tegenwoordig alle designradiatoren in een mat zwart of mat witte of andere kleur in mat uitgevoerd kan worden. De eerste stap die je moet zetten bij het ontwikkelen of maken van een badkamer is dat je je zeer goed laat informeren. Bijvoorbeeld door badkamer speciaalzaken te bezoeken. Dan wel bij de fabrikanten, leveranciers op hun website te kijken of daar badkamerplanners zijn. En die helpen je in de eerste stap om te kijken wat mogelijk is in je eigen badkamer. Mijn eigen badkamer is ingetogen, maar wel heel mooi. Wij hebben alle functies daarin geprobeerd te integreren. Dus we hebben een lichtbad voor de kinderen, we hebben een douche als je wilt douchen, een toilet op de badkamer, grote tegels en uiteraard een hele mooie designradiator.